Om de klimaatverandering te beperken wil het college de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Dit betekent dat er ook in Arnhem een overgang moet plaatsvinden van fossiele energie naar schone energie. Een belangrijk onderdeel hiervan is het op termijn niet meer gebruiken van aardgas voor de verwarming van woningen en gebouwen, de zogenaamde warmtetransitie. Hoewel een meerderheid in de Raad het college hierin ondersteunt, zijn er ook tegenstanders, de PVV en de Arnhemse Oudere Partij. Verslaggever Pieter Pluijgers sprak met fractievoorzitter van de PVV Koen Verheij en D66-raadslid Sjoerd Dijk. Waarom is de PVV tegen de Arnhemse aanpak van de wijkgerichte energietransitie? Wij zijn er tegen omdat het onnodig, onbetaalbaar en onrealistisch is. Die 3 miljard die daarvoor nodig is om alle 68.000 huishoudens van het gas af te krijgen, die kan Arnhem nergens vandaan halen en de Arnhemmers ook niet. Het is onnodig omdat gas is een hartstikke mooie, schone energiebron. De claim dat de CO2 de grote boosdoener is, die slaat helemaal nergens op. Wat is het PVV-alternatief? Het PVV-alternatief is gewoon om dat geld in de zak te houden. Om dat geld terug te geven deels aan de mensen en het uitgeven aan belangrijkere zaken. De PVV is tegen de wijkgerichte energietransitie. Waarom is D66 wel voor? Omdat er nu maatregelen genomen moeten worden. Wij willen realistische groene plannen in Arnhem. Wat is die wijkgerichte energietransitie precies wat het college voorstaat? Die energietransitie houdt in dat we in de wijk overgaan van fossiele brandstoffen naar duurzame brandstoffen. En hoe ziet dat eruit? Heel divers. Dat kan gaan om windenergie, zonne-energie. Het kan gaan om kleine windturbines, om grote windturbines. Er is van alles mogelijk. Je kunt ook denken aan infraroodpanelen in je woning in plaats van de cv-ketels. Dat je geen gas meer nodig hebt. Op inductie koken. Er zijn legio mogelijkheden. Wat we zien bij het dorp, daar hebben ze wat ze noemen een ecovat in de grond gestopt. Daar wordt voor een hele wijk wordt er alle overtollige energie in opgeslagen als er een piek is. En als er veel vraag is, dan wordt het uit dat ecovat weer terug de wijk ingepompt. Hartstikke mooi initiatief daar.